De afgelopen maanden is er bij watersportvereniging De Nieuwe Haven Schiedam hard gewerkt aan het vernieuwen van de steigers. De watersportvereniging ligt tussen de vroegere pakhuizen, molens en branderijen. Afgelopen zaterdag was een feestelijke dag voor de watersportvereniging. De nieuwe steigers konden officieel in gebruik worden genomen. Nou, bij deze is die dan ook. Met de nieuwe steigers kan de watersportvereniging zich gaan voorbereiden op het nieuwe watersportseizoen van volgend jaar.